voor alle vrije geesten onder ons en voor alle niet-vrije geesten heb ik een vraag, een hypothetische vraag. Hoe zou het zijn als ik ja zeg tegen de realiteit? Ja met hoofdletters. De rauwe, werkelijke realiteit. En die realiteit gaat om mijn leeftijd, mijn geslacht, het saldo op de bank, mijn huisvestingsvorm, de mentale staat van mijn koppie, het functioneren van dit bewegingsapparaat, de opleiding, de ouders die ik heb, de familieleden, de vrienden en alle vrienden die ik niet heb. Alles wat ik aan studie en kennis heb tot me genomen. Hoe zou het zijn om ja te zeggen tegen die realiteit? Een oordeelloos ja. Een betekenisloos ja. Een weerstandsloos ja. En dan komt er nog een tweede deel van de vraag. En hoe zou het zijn als ik nergens aan ga sleutelen? Dus een vogeltje in de tuin, die wordt geboren, die komt uit het ei, die fladdert zijn leven. En op een dag krijgt zo'n vogeltje een hersenbloeding of iets anders, of een gebroken vleugeltje. En dan sterft hij. En volgens mij gaat dat altijd vrij moeiteloos met vogeltjes. Die bellen geen psychiater, die willen ook geen antidepressiva. Nee, die bestellen ook niet online voedingssupplementen. Dus de hypothetische vraag is, hoe zou het leven eruit zien als ik dat gewoon kan volgen? Dus dat ik ook met fysieke ongemakken niet gelijk naar een dokter zou rennen. Wat als ik de fysieke, en dit is wel een subtiele, voorzichtige doordenker, hè? Dus dit gaat niet om hoe het is, maar dit gaat om onderzoek. Hoe zou het zijn, hoe zou mijn leven eruit zien als ik nooit naar een dokter zou gaan? Dus ik word geboren, ik leef mijn leven en hè, zo nu na de 62ste begint alles te piepen en te kraken. En dat ik niet naar een dokter zou gaan. En dat ik heel respectvol het leven zou volgen zoals het zich ontvouwt bij mij. En dat er dan op een dag komt dat ik mijn laatste adem uitblaas, vroeg of laat. Hoe zou het leven er dan uitzien, hè? Als we ons daar niet meer mee bemoeien. Of ik heb een trauma en daarvoor moet ik behandeld worden. Of ja, ik heb slapeloosheid en ik wil daarvan af. Of ja, ik ben toch eigenlijk niet zo gelukkig. Of partnerrelaties lukken niet. De energieprijzen gaan weer stijgen deze winter. Dus hoe zou het zijn, hè? In alle eerlijkheid, zonder een aanname, zonder een voorkeur, om dat oordeelloos te volgen. Moeiteloos, weerstandsloos. Ja, ik krijg daar toch wel een soort innerlijke glimlach van. Net of dat dan toch een soort enorme volwassenheid is, dat ik het gewoon kan verdragen wat het is. Dat het bewegingsapparaat stram wordt. Of dat er schommelingen zijn in energie. Ik voel me heel fit, of ik voel me heel stroperig. Of ik voel me heel traag, of ik voel me heel snel. Ja, dat is de vraag. Zou jij het kunnen verdragen? Om het leven moeiteloos te volgen. En ja, expliciet ja te kunnen zeggen tegen dat wat er nu is in jouw leven. Of moet er gesleuteld worden? Moet er verbouwd worden? Moet er veranderd worden? Moet er verbeterd worden? Want de vraag is of dat leven dat ook nodig heeft, hè? Heeft het leven zelf nodig dat er zin is? Kijk, John wil zin in zijn leven. Die wil toch productief zijn of zelfvoorzienend of intelligent. Maar is in essentie de vraag, heeft het leven het nodig dat er een zin aangegeven moet worden? Het leven zelf.
Nou, dat is de vraag.